Hi, ik ben Mark Maaskant van de Road Safety Lab. Deze video gaat over noodremsystemen. Hoe werken deze systemen precies? Welke systemen vallen daaronder? En hoe kunnen deze systemen jou helpen om ongevallen te voorkomen? AEB, of Autonomous Emergency Braking, oftewel een noodremsysteem, is een systeem wat de auto automatisch afremt op het moment dat jij als bestuurder niet oplet. Een voorbeeld is deze rotonde. Stel je komt erop afrijden met je auto en een auto voor jou remt op het laatste moment en jij kijkt naar links, dus je merkt die auto niet op. Dan is het wel zo fijn dat de auto zelf automatisch een aanrijding voorkomt. Zo'n automatisch noodremsysteem werkt ook als je achteruit rijdt. Nou, stel voor je staat vooruit ingeparkeerd, je rijdt achteruit weg, het zicht is niet optimaal en plotseling komt er een fietser aan of er loopt een voetganger. Dan is het wel fijn om te weten dat als je dit systeem aan boord hebt, dat je auto vanzelf remt. Een noodremsysteem. Die auto stopt zonder dat ik als bestuurder kijk en oplet. Nou, hoe kan dat? Die auto kan dus kijken. En wat heb ik nodig om te kijken? Componenten. En één zo'n component is radar. Radar kijkt voor mij uit. Radar kan een object zien, maar radar weet niet wat voor een object het is. Dus als ik daar nog een component bij zet, bijvoorbeeld de camera, kan die camera aan de radar vertellen wat voor een object dat het is. Is het een mens? Is het een beest? Is het whatever? Dan kun je ook nog weer zeggen van, ik kan een bepaalde snelheid inschatten. Dat alles moet je dus met intelligente software aan elkaar knopen. En dat doet de fabrikant. Waar bevinden die componenten zich? Nou, dat is dat belangrijk, zult u zich afvragen. Nou, aan de ene kant wel. Het is in ieder geval het inzicht. Maar aan de andere kant, kijk, als ik hier kijk, hier heb ik een camera zitten. Hierachter zit een radar. Hier zit een radar, achter de grill. En achter die voorruit zit ook een camera. Bij deze Nissan ook. Wat is dan, als ik naar de camera kijk, heel belangrijk voor u om de plaats te weten? Zie het als uw bril. Als uw bril vies is, ziet u niets. Of weinig. Deze camera zal ook iets moeten zien. Dus schoon die auto wassen, belangrijk. Dus we hebben een noodremsysteem. En dat noodremsysteem dat bestond uit een aantal componenten. En het is afhankelijk van de fabrikant wat voor intelligente software dat hij eromheen hangt. Dus ik heb systemen die zijn actief. Dat wil zeggen, dat systeem gaat iets voor jou als bestuurder doen op het moment als je het vergeet. En ik heb systemen die zijn passief en die gaan niks voor jou doen, maar die geven aan, hallo, opletten, het wordt gevaarlijk. En dan zul je zelf als bestuurder wat moeten doen. Hoe kom ik daarachter als bestuurder? Informatie bij de fabrikant, instructieboekje. Maar laat u informeren. Heel belangrijk.